Het duurzaam ontwikkelen van de toerismesector van Suriname geniet hoge prioriteit. Toerisme speelt namelijk een cruciale rol in de welvaart van Suriname. Dat was de boodschap van TCT-minister Uraiki Tramsaran gisteren tijdens de opening van het toerismefestival in het Roelies Event Center. Tramsaran zegt dat de inclusiviteit vooral een belangrijke factor is waarop het toerismebeleid gestuurd is. Elk district moet haar toerismepotentie maximaal benutten. En het ministerie wil daarin de nodige ondersteuning geven, zegt de TCT-minister. Het levert niet alleen een bijdrage aan de economie, maar het bereikt ook de culturele uitwisseling en bevordert de onderlinge begrip en de tolerantie tussen verschillende gemeenschappen. Toerisme brengt inkomsten met zich mee. Niet alleen vanuit de toeristen zelf, maar ook van de gerelateerde industrieën. Verder creëert toerisme ook werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme beijvert zich om samen met de private sector verschillende initiatieven te creëren en partnerschappen aan te gaan. De zogeheten public-private partnerships om de sector verder te ontwikkelen. Het toerismebeleid is erop gericht om een duurzame toerismeindustrie in Suriname te ontwikkelen ter bevordering van de economische groei van het land. Ja, ons land, Suriname. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van standaarden en certificering binnen de sector. DNA-lid Obed Kanapé zei dat het belangrijk is om Suriname als individu te blijven uitdragen. De onderlinge vrede is een belangrijk aspect om Suriname bijeen te blijven houden. Toerisme is een begrip die ver in alle culturen reikt. Wanneer de toerist Suriname bezoekt en wij vertellen het Surinaams verhaal, dan zeggen we dan misschien graag wij. Wij die hier zijn, leven A, B, C en zo en zo en zo en noem maar op. Maar wanneer een toerist vertrekt van Suriname, zal de toerist vertellen, zij daar leven A, B, C en D en zo en zo en zo en zo. Dus dat deel van ons verhaal dat je vertelt, laat het inspirerend zijn. Laat het komen vanuit de liefde die je hebt voor dit land, voor je familie. Laat het dicht bij je hart blijven. Want wanneer het dicht bij je hart is, dan wordt het natuurlijk voor mensen om het te verwerken. Want dit zijn gewone mensen die leven in een land, in een bijzonder land. De opening van het festival werd gedaan door de staf van het ministerie. Het festival duurt tot en met zondag 29 september.